Drie dagen gameplezier, dat is wat het Antwerp eSports Festival ambieert. En het lijkt zijn start in elk geval niet gemist. Van overal ter wereld zijn de gamers naar Antwerpen afgereisd. Er komen hier deelnemers uit 27 verschillende landen. En die komen hier deelnemen aan een internationale competitie waar iets van een kleine 20.000 euro cash op het spel staat. Zijn dit dan allemaal professionelen? We hebben eigenlijk een mix van amateurs, semi-professionele en professionele spelers. De gamingwereld is vooral een mannenbastion, maar Charlotte van Brabander staat haar mannetje wel. Charlotte studeert criminologie en is als game babe een waar fenomeen onder de gamers. Haar officiële titel luidt zelfs gameambassadrice voor de Benelux. Wat trekt jou precies aan in gamen? Competitieve kant ervan. Ook ja, gewoon dat je nooit goed genoeg kunt zijn in het spelletje dat ik speel. De teamplay is ook heel leuk. De tripjes dat je kunt maken, de LAN-parties. Gewoon de mensen die je leert kennen, alles eigenlijk. Voor de kinders onder jullie, op het eSports Festival spelen ze competitie in Call of Duty 4 en Enemy Territory. Spannende shooter games met shooters uit Zuid-Afrika tot Zweden, Nederland en Finland tot Estland en Bulgarije. Vertel eens, hoe goed ben jij? Ja, hoe goed ben ik? Ja, dat is moeilijk om over je eigen te zeggen hoe goed je bent. Ja. Ga je voor de prijzenpot? Nee, dat gaat het niet worden, denk ik. Ja. Vooral voor de eer. Voor de eer. Where do you come from? We're from South Africa. We have no idea what to expect. We've never played any European teams. We only play African teams, or South African teams specifically. And we have absolutely no idea what to expect. So we'll see how that turns out tomorrow. Er wordt ook al eens gezegd, ja, die games die zijn toch wel echt zeer brutaal, zeer vijandig. Wat denk jij daarvan? Er zijn spelletjes die heel brutaal en erover gaan, bijvoorbeeld Rayplay. Dat is een spelletje waarin je meisjes moet verkrachten, dat is gewoon ziekelijk. Maar Counter-Strike, dat is niet zo realistisch. En het is, ja, gewoon elk schietspel gaat wel een beetje geweld hebben. Ik vind niet dat dat storend is, zolang dat ze er niet over gaan. Als het nu schapen of schieten waren, was het voor mij hetzelfde. Het gaat om de tactiek, om het tanken. Dus ik vind het niet echt waar wat ze zeggen, ik vind het niet. Morgen zaterdag staan de landenteams van België en Nederland tegenover elkaar. En zondag is er natuurlijk de grote finale. Benieuwd wie er met de prijzenpot naar zijn land mag terugkeren.